Goedemiddag allemaal, ik ben er weer. Zelda Play 20 terug met de laatste aflevering van Pikmin. In de vorige aflevering hebben we de twee laatste secret bosses verslagen. En hebben we dus ook de laatste part zeg maar te pakken gekregen in de Distant Spring. En nu gaan we dus naar de Final Trial, waar nog maar één ship part te vinden is. Logisch, want we hebben er 29. Op dag 15 dus. Dat wil zeggen dat we het spel weer hebben gehaald in de helft van de tijd wat ervoor staat. Zoals ik al zei, je hebt meer dan genoeg tijd om dit spel eigenlijk te halen. En wil je het iets op je gemakje doen? Je kunt het gewoon rustig aan doen zelfs. Ik bedoel, kom op, ik heb het twee keer zo snel uitgespeeld, dus wat maakt het uit? Maar ja, we hebben dus 3 weken gedaan over deze Let's Play. Spannend. Dus wat we willen doen is, als ik me niet vergis, willen we eerst eventjes zorgen dat we dus zeg maar een paar blauwe Pikmin hebben. Ik geloof iets van, nou, laten we zeggen 40. Zo. En die willen we dus zeg maar aan deze brug hier laten. Zoals je ziet, er zitten hier geen vijanden. Dus we hoeven ons hier geen zorgen te maken over vijanden of iets in die trend. En 20 Pikmin kunnen hier alvast even aan beginnen. En de andere 20 die kunnen hier aan doen. Want je hebt hier dus zeg maar een soort van puzzeltje dat je eerst eigenlijk op moet lossen. Voordat je hier dus zeg maar eigenlijk aan de gang kan. En dat hebben ze gedaan omdat het heet voor een reden de Final Trial. Goed, wat we dus ook nodig hebben zijn een paar rode Pikmin. En die kunnen wij hier vinden. Je kunt hier dus zeg maar ook niet echt naartoe zeg maar om je Pikmin extra te laten sprouten. Ik denk dat 20 nou even op dit moment genoeg is. Maar wat we moeten doen is we moeten deze 20 Pikmin, die moeten wij over een vuurpad laten lopen. Om precies te zijn, dit vuurpad hier. En oeps, oké. Oh, ik laat er een paar drinken. Oepsie. Typisch mij weer. Nou ja, volgens mij waren het er maar 10 eigenlijk die je nodig had. Maar ja, wat je wilt doen is, je wilt dus zorgen. Oké, ik moet daaruit de weg. Anders verdrinken ze. Dan komen ze automatisch achter me aangelopen. En dan verdrinken ze. En dat willen we natuurlijk niet. Dus ondertussen dat hun daar bezig zijn met de bruggen. De andere blauwe die zijn ook bezig met de bruggen. Oepsie, dat wou ik helemaal niet doen. Hebben we ook nog een paar gele nodig. Ik geloof een stuk of 10. Nou, weet je wel. Ik neem er gewoon wat meer mee. Ik neem er gewoon 20 mee. Want gele, ze zijn niet echt useful geweest in deze Let's Play. Laten we heel eerlijk wezen. Ze konden alleen maar bommen, zeg maar. En ze moesten de hoge ship parts hebben. Voor de rest hebben ze niet echt nodig gehad. Maar in de final battle worden het eigenlijk best wel hele belangrijke Pikmin. Dus even alles meenemen. Moeten we ze hier overheen gooien. En dit is eigenlijk best wel een beetje tricky-dicky wat we nou moeten gaan doen. Want we moeten ze dus zeg maar eerst hier naartoe gooien. En dan moeten ze dus zeg maar hier overheen springen. En dan moeten ze dus zeg maar hierin gooien. Kan ik heel even een beetje uitzoomen, dat is een beetje fijner. En dan kunnen ze dus zeg maar de bommen oppakken die daar dus liggen. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Waar ben je? Oh, en die was uit. Fijn. Nou hoop ik dat ik nog wel genoeg bommen heb. Nou, die kan ik dus niet redden, dat is een nadeel. Oh, vervelend. Oké, nou, we moeten dus zeg maar de Pikmin moeten we teruggooien. En als ik me niet vergis, de bombs, de bombobombs, de bobobombs, die moeten we dus, kunnen we niet. Oh, even wachten, mijn telefoon gaat. Kan wel eens gebeuren dat de telefoon gaat tijdens opnames. Nou, wel die ene met die bom ook even meegaan. Want we moeten dus alles hier ook nog eens een keer overgooien. Zonder dat we die bommen laten exploderen. En dat is linkersoep. Oké, nou wil ik even alle bommen. Bomsquad. Nou, ik vind dat zo vervelend dat ik ze nou niet heb. Een fluit is. Oké, we hebben ze allemaal. Mooi. Even opsplitsen tot ik echt alleen de bommetjes heb. We hebben ze allemaal. Mooi. Kunnen we deze muur naar beneden halen? 1, 2, 3. Oké, de muur is naar beneden. En die andere bommen, die willen wij nog heel eventjes bewaren. Want daarvoor hadden we die rode dus zeg maar daar. Alleen er zit hier dus nog een muur.
Oké, nou, die gele die willen we daar laten staan. De enige die we dus nou zeg maar weer terug mee naar onze basis mee willen nemen, dat zijn alle blauwe die we bij ons hadden. De gele die we dus zeg maar nog bij ons hebben, die zijn heel erg belangrijk en die moeten we zeker bij ons houden. Dus we hebben nog meer dan een halve dag, dus we hebben zeker ons doel al bereikt wat betreft onze, gebeuren wat betreft de tingemajing. Dus ik ga heel eventjes alles ordenen tot we dus zeg maar onze goede teams bij elkaar hebben en ik zie jullie in een seconde. Al de Pikmin die we nodig hebben. Ik ben blij dat we die 100 toch van de Smoky Prog hebben gepakt. Wat we namelijk nodig hebben is, we hebben al deze rode Pikmin nodig. Dit wordt ons aanvalpatrouiller. En de gele, dat worden onze Bombermans. Die hun leven zullen wagen, zeg maar, om dus zeg maar de final trial helemaal te kunnen laten completen. Wat we moeten doen, is we hebben hier dus zeg maar al onze Pikmin. Kan ik jou gewoon fluiten? Ja, ik kan jou gewoon fluiten. Mooi. Wat we willen doen, is we willen eerst zorgen tot alle gele die geen bom hebben. Nogmaals, alle Pikmin die geen bom hebben. Die willen even met ons mee laten lopen. En trouwens eigenlijk ook de rode, net zo goed, want anders kunnen we niet extra bommen pakken. We hebben nog even één muurtje extra, zeg maar, die we omlaag moeten werpen. Dus knuffelen we eventjes weer de muur, zoals altijd. Deze muur die is op zich wel heel erg snel naar beneden te halen met 100 Pikmin, dus... Zie jij zo naar beneden. Nou, en als we dus zeg maar die muur naar beneden hebben gehaald, dan zien we hier overal bomrocks liggen. Dat is dus zeg maar onze cue. Dit hebben we allemaal nodig. Nou, ik wil deze op fluitafstand hier zeg maar hebben. Oh, niet in de pit of death, dank je. Naast de pit of death. Want letterlijk even jullie, dit is de pit of death. Oké, nou, bommetjes erbij. Hebben we allemaal bommen? Oké, we hebben hier dus nou een heel... paviljoen met bompikmin. En wat we dus willen gaan doen, is we willen onze baas gaan oproepen. Dus dan willen we één bompikmin met ons meenemen. En om precies te zijn zit hij hier. Auw. Hallo. Oké, op het moment als hij zijn bek open doet, gooi je de pikmin. En dat was niet de bedoeling. Maar dat maakt niet uit. Op het moment dat als hij verlamd is door die aanval... wil je zoveel mogelijk Pikmin naar hem toe gooien. En het enige wat we eigenlijk wouden doen... is we wouden eigenlijk zorgen dat zijn tong zeg maar tegen zijn gezicht aanknalde. Dat is praktisch eigenlijk wat je wil doen. Oh boy. Om zeg maar hem te verslaan. Nou, we hebben nog de helft van de tijd, dus... nou, nee, ik heb er maar één nodig, jongens. Kom op. Niet zo vervelend doen. Eentje. Goed zo. Oké, gooi hem. Hij heeft het niet goed gedaan. Hij heeft het niet goed gedaan. Oh boy. Oh. Er staan er daar ook nog twee. Oepsie. Kom hier. Dit gaat niet goed. Oké. Nog een keer. Verdorie. We krijgen het niet goed voor elkaar. Prima, ik gebruik mijn eigen strategie weer. Wat je wil doen, is je gooit gewoon een Pikmin ervoor voor zijn neus. Eén Pikmin. Ik gebruik gewoon mijn eigen strategie, het is goed. Normaal gesproken kun je dus zeg maar ervoor zorgen dat hij dus zeg maar zijn tong zeg maar tegen zijn gezicht aanklapt. En dat is wat je eigenlijk wil doen. Wat ik altijd doe, is ik gooi eigenlijk gewoon een Pikmin zo voor zijn neus. Roep mijn rode team. En gooi de Pikmin op als een bezetene. Goed. Dat is mijn manier van aanvallen. Maar ja, ik wil die andere manier toch proberen, omdat je hem dan toch iets meer schade kunt doen. Wat dus zeg maar meer tijd ver... wat meer tijd geeft. Dus wat ik ga doen, ik ga echt gewoon proberen. Nou ja, dan maar met twee. Oké, even wachten. Hallo. Ja, hij deed het. Kom op. Team! Val aan! Nou, dan krijg je ook niet echt veel tijd voor alles. Oké. Zijn tong is hier echt een hele dodelijke wapen. Oké, heb ik mijn Pikmin niet... jawel, mijn Pikmin niet staan veilig. Oké. Kom op!
Kom hier, mijn lelijke bakkers. Kom hier, mijn lelijke bakkers. Kom op. Heeft hij nou gewoon al mijn Pikmin op? Heeft diegene nou gewoon... Wat een idioot. Wat een idioot. En dit werkt niet zo goed. Oh boy, oh boy, oh boy. Oké, ik ben heel eventjes stil geweest omdat ik heel eventjes aan het focussen was, maar we gaan gewoon gaan. Oké, goed zo. Oh, hij gaat gelijk weer zijn slipperslappers aanval doen. We hebben nog eentje met een bom, dus. Als we maar schade kunnen doen, ben ik tevreden. Aanvallen die app. Dus komen we in tijdsnood. Kom op. We hebben hem bijna. Weet je waar? Ik neem gewoon heel mijn bom squavelja mee. Sorry, Gely. Jouw dood zal niet in vain zijn. We vallen aan. Oké. Als het goed is, gaat hij nou met springaanvallen beginnen. Heeft hij die bom opgefroten? Nee. Nog een keer. En aanvallen! Oh, ik ben zo geconcentreerd. Want we hebben bijna geen tijd meer. Dat is het probleem. Oké. Oh, dit is die aanval waar dat ik het over had. Die is niet goed. Daarmee verplettert hij al je Pikmin. En daar wil je dus zeker vooruit kijken. Nou, doe je bek eens open, jongen. Doe je bek eens open, jongen. Goed zo, gooi hem. Oh, je idioot. Hebben we nog bom? Waar is onze bomsquad? Nou, we hebben nog eentje. Oké. Kom op, we moeten hem nu aanvallen. We moeten hem doodmaken. Dood, 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 dood. Maak hem af. Oh boy. Hebben we hem? We hebben hem! At long last I have found my final part, the secret safe, and it's full as ever! How glad that I have subsisted my no poop! Now I can leave this planet without any requests. Maybe I'll even stop and pick up some souvenirs for my wife and kids back on planet Hokotate. Geloof het of niet, die laatste part die we hier vinden is niet een required part. En we hebben nog maar weinig tijd, dus we moeten zo snel mogelijk naar eigenlijk onze Pikmin zorgen dat ze dus zeg maar bij onze... Weet je wat? We hebben de save, we hebben nog 10 seconden. 23 Pikmin met de final boss, dat vind ik niet slecht. Persoonlijk. Dus jongens... we laten geen Pikmin achter op de laatste dag. Daar hebben we geen zin in. Wat is dat? Is dat ook een Pikmin? Nee. Breng die save nog... Oh, echt serieus. Als dit niet op tijd gaat komen, dan word ik echt heel erg zagrijnig. 63 plus 14. Oké, dit is goed. 8. Oh boy. 7. Je zult net zien, hè. Dat gaan we net niet op tijd halen. 6. 5. 4. We hebben hem gehaald. I have finally recovered every ship part. Now I can return home to Hokotate. Fabulous!
Dames en heren, de happy ending. Ons ending. De ending van deze Let's Play. Pikmin hebben geleerd hoe dat ze zichzelf kunnen verdedigen. En daardoor zien we dus nou eigenlijk de good ending. Nou, laat ik hier gelijk ook even de credits bij zien. We zien dus ook alle andere onions. Maar klik nog niet weg, want sowieso komt nog de hint van de dag wat de volgende Let's Play gaat worden. En ik heb nog helemaal geen hint voorbereid, maar dat maakt helemaal niet uit. En er komt ook nog de andere exits, die komen er ook nog voorbij. Dus die laat ik zeker zien. We hebben dus nu de happy ending. Als je alle 30 parts hebt gehaald, krijg je dus automatisch de happy ending. En dat maakt ons heel erg vrolijk en dat maakt ons heel erg blij. Yay! Nou, ik moet zeggen, deze Let's Play, ik vond hem heel leuk om te doen. Het was een hele aparte Let's Play. Ik wist niet dat hij zo leuk ontvangen zou worden. Omdat ja, het is toch veel focussen en controleren. En kijken of je alles wel goed doet. En met de ship parts en alles. En dan ook nog audiocommentaar erbij geven. Dus ik vind het niet echt een van mijn beste Let's Plays tot nu toe. Maar ik vond hem zeker heel erg leuk om te doen. En jullie support erbij was natuurlijk ook helemaal geweldig. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee om dat dus te kunnen zeggen. Dan krijgen we dus hier de Final Analyst. We hebben dus 15 dagen van de 30 dagen gebruikt. We hebben 479 Pikmin. Hebben we dus zeg maar totaal gesprout. Of we hebben het in totaal overleefd moet ik zeggen. Niet gesprout, overleefd. En we hebben dus 241 Pikmin zijn we dus kwijtgeraakt. Dus in totaal zouden we 720 Pikmin zouden we hebben gehad. Oh, er staat eigenlijk 706. Dat klopt niet echt overeen met wat er daar staat. Maar dat maakt niet uit. Lekker belangrijk. Dus we hebben 706 in totaal gesprout. En dan krijg je dus zeg maar alles te zien. Hier krijgen we de ship parts te zien. De gele ship parts die we zien zijn dus wel belangrijk. En de ship parts die we dus zeg maar in het blauw zijn, die zijn niet belangrijk. Zoals de Nova Blaster, de Space Float, de Massage Machine, de UV Lamp en de Secret Safe zijn geen belangrijke ship parts. Zoals ik al zei, ja, de stoel is een belangrijke ship part. Nou krijg je dus, en dan ga ik hierbij ingooien, niet bij de credits. Nou krijg je dus, als je alle gele voorwerpen dus voor elkaar hebt gekregen, dus bij wijze van spreken niet de secret safe, dan krijg je dit. Mocht je dus zeg maar dat voor elkaar hebben gekregen, dan krijg je, dat is dus de normal ending. Dat is dus niet dat je alle ship parts hebt, maar dat je toch naar huis toe kan vliegen, ondanks dat je dus zeg maar niet al je ship parts hebt. Dan heb je ook nog,
mocht je het nou voor elkaar hebben gekregen, ik weet niet hoe dat je het voor elkaar wil krijgen, maar mocht je het dus nou niet voor elkaar hebben gekregen om alle 25 shipparts die dus required zijn, te voor elkaar te krijgen, dan krijg je de bad ending. En die ziet er zo uit. Nou, dat zijn eigenlijk de drie endings die je kunt geven. Ja, ik heb eigenlijk alles laten zien, dus ik kan er op end drukken en ik wil niet saven. Ik wil niet saven. Jij gaat maar geen keus geven. Jij laat mij nou saven of niet? Yep. Oh boy, nu moet ik extra werk gaan doen om ervoor te zorgen dat we dus zeg maar alles kunnen doen. Ah, dan kan ik deze nog niet bewerken. Oh, dit wordt echt even vervelend. Oh. Wat ik nou dus moet doen is, ik moet die cutscenes, die moet ik nou dus nog extra gaan halen. Want ik had dus die ene van 11 days. Ik wou deze dus eigenlijk gaan kopiëren, zodat ik dus makkelijk de sad ending of de normal ending kon laten zien. En daarna de Maar dat maakt niet uit. Lekker belangrijk. Dat is mijn pakje, Jan. Dat regel ik wel. Jullie hebben hem toch al gezien, dus jullie weten dat ik het al voor elkaar heb gekregen. Dus zo erg belangrijk is niet. Goed. Deze let's play, ik vond hem hartstikke leuk om te doen. En je ziet dus, hij wordt geraakt daardoor een meteor. Ik snap het nog steeds niet met zijn schip. Echt een slim kapitein is het niet, laten we heel eerlijk wezen. Hij weet nog niet eens de helft van zijn schip. Dus, ja. Het was een leuke run. Het was zeker leuk om te doen. En ja, 3 weken. Ik wist dat het iets van 3 à 4 weken zou zijn inderdaad, deze let's play. Dus de volgende let's play, die zit er weer aan te komen. En dat is geen strategisch spel of iets dan ook. Jullie hebben mijn oren van mijn hoofd afgezet. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb de Luigi variant heb pas geleden gedaan. En het is dus tijd voor een nieuwe game. De Luigi part was een hint. Het is dus tijd voor een nieuwe game op de Wii. Van deze serie waar jullie me de oren van mijn kop af hebben gestuurd. Of dat de volgende Let's Plays op gaan worden. Dus... de nieuwe serie op de Wii van een karakter waar dat jullie me de oren van... Ja, daar hou ik het gewoon op. Anders, ja, ik heb het eigenlijk al weggegeven. Maar ik hoop dat jullie het ondertussen wel weten welke dat het is, zo niet. Ja, maandag gaat hij beginnen. Morgen gaan we sowieso beginnen met de hardcore serie. Dus van Minecraft. Tenminste, het is maandag. Ik weet niet of donderdag opgenomen is. Ik ga er wel vanuit. Mocht dat dus niet gebeuren, hou Facebook en Twitter eventjes op de gaten voor update. Heb je geen Facebook of Twitter? Sorry, ik kan niet rekening houden met iedereen. Daar komen de updates op. Dus links staan in de beschrijving zeg maar van Facebook. En volgens mij ook van Twitter, dat weet ik niet zeker. Maar, ja. Dit was Pikmin. En met dat, dames en heren, jongens en meisjes, wil ik jullie echt danken voor de support van deze Let's Play. En hoop ik jullie allemaal te zien morgen. Hopelijk ben je Modern Survival, anders gaan we gewoon weer streamen. We zien het. En maandag gaan we dus beginnen met de nieuwe Let's Play op de Wii. Dus ja. Tot dan. En we zijn nog niet klaar. Oké, Armored Cannon Beetle. Die had ik goed. En hij staat volgens mij wel in zijn eigen goede plek. Ik weet niet precies of dit wel een goede plek is waar dat we hem eigenlijk hebben gezien. Dan hebben we hier Beedie Longlegs. En zelfs de AI die je dus zeg maar ziet, die heeft dus Beedie Longlegs. Ja, ik had hem goed. Baby's Eagles van this creature, descendant of the Armored Shell.
Oh, wat was dat een vervelende. Oké, dat is de Brad Bug, zei ik. Ik zei Brad Bug. Juist! Ik ben benieuwd hoeveel namen ik wel niet heb gescrewd hier. Dus ik ben benieuwd hoeveel namen. Oké, dat zijn de Burrowing Snaggrits. Nee, Burrowing Snatcher, Burrowing... Burrowing Snaggrit. 50%. 50%. Vooruit dan. Ik bedoel, dat zijn de Pallet Posies. Waarom ken ik de naam nou wel in één keer? Candy Pop Butt. Waarom zeg ik Pallet Posies? Oh, dat waren die andere. Maakt niet uit. Maar goed, Pikmin 2 bestaat ook. En dit is de Clam... Clam? Clamshell. Whatever. Pikmin 2 bestaat ook en die heb ik zeker toegevoegd aan mijn lijstje. Omdat jullie vinden Pikmin zo erg leuk. Vandaar dat ik die erin heb gegooid. Die kleine... Die hebben we nog niet eens gezien, de Dwarf Ball Bear. Die zat nog niet eens in het spel, de Dwarf Ball Bear. Er was geen Dwarf Ball Bear. Oké. Spotty Bulburp. Spotty Bulburp en Dwarf Bulburp. Ja, dat is de Dwarf Bulb. Ik had de naam goed gecorrigeerd. Daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. Ik weet niet waarom, maar ik wil jullie toch wel een beetje de goede informatie geven en alles. King Bulblax. Emperor Bulblax. Ik dacht King. Maakt niet uit. Ik snap niet waarom dat ze die niet als laatste eigenlijk in de credits gooien. Maar dan krijg je dus een beetje te zien. Dat is de Fiery Blowhawk. Zoals ik al zei. Juist. This creature explodes. Ja, lekker belangrijk dus. Ik ben wel blij, maar Pikmin 2, dat is dus een veel groter spel. Dus wanneer dat die gaat komen, die komt dus ooit. Ja, dat is de Snitchbug. Swooping Snitchbug. Yeah. Jeetje, het is net alsof ik hier een spelletje aan het doen ben. Guess it what? Nou, en dat is dus die secret boss waar ik niet van op de naam kon komen. Dus kom maar, hoe heet dat ding? Goolix. Juist. Oké, en dat was iets met Wisp. Whimsical Wisp? Honey Wisp. Oké, iets met Wisp. Half goed. Vooruit dan. Dus, nee, maar Pikmin 2 die gaat er komen. Ja, dat is de Flintbug. Pikmin 2 die gaat dus ooit komen. Flint Beetle. Iridescent Flint Beetle. Ja, whatever. Maar die gaat dus ooit komen. Niet gelijk na de Let's Play. Je weet dat ik van variatie hou. Hoe heet het die moeder nou eigenlijk? Of vader van... Mamuta. This creature seems full of flowers, but it only... Ja, dat is Mamuta. Zoveel zeg maar de moeder. Dat zijn de pallet posies. Dat kan niet anders. Ik vind het zo leuk als ik iets goeds heb. Ik weet niet waarom. Ik bedoel, kijk dit toch gezellig met jullie mee. Waarom ook niet? Puffstoel. Iets met puffstoel. Gewoon puffstoel. Oké. Telt-ie? Oké, nou, Puffy Blowhog. Ja. Irritante rotbeesten. Nou ja, op zich hebben we er niet veel problemen mee gehad in deze Let's Play. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk. En dat zijn de... Sheergrubs. Ik zei ze in de Let's Play nog goed en dan kon ik gewoon niet op de naam komen. Nou, de males die zijn gevaarlijk, females die zijn niet gevaarlijk. Ze heten allebei Sheergrubs. Flying Sheergrubs, heel erg makkelijk. Trouwens, wat heel erg leuk is, sommige vijanden die zie je dus zeg maar niet in de omgeving. Dit is bijvoorbeeld de Forest Nevel. En dat klopt. Maar sommige bazen of sommige vijanden, net zoals hier, de Smoky Prog. Ik heb hem heel vaak anders genoemd, maar ja, het is inderdaad Smoky Prog. Is dit wel de Distant Spring? Thought to be the Malvert Lava Ja. Die komen dus zeg maar van de mammoet af. En dat is de Spotty Ball Bear. Ja. Leuk. Klote beesten zijn het. Allemaal. En natuurlijk onze grootste. De Spotty Ball Borb. Yay. Deze beesten die kunnen je Pikmin nogal heel erg snel bij in één keer mysterieus verdwijnen zonder dat hij hapt. Let ik even keurlijk. Water Nipple. Ja, Water Dipple. Ja, je zegt, het staat dampel, maar het is dibbel. En ik snap niet waarom dat ik zei, what a nipple. Maar, omdat ze nibbelen, weet je wel, zoiets. Maar maakt niet echt uit. Deze beesten, ja, Wolpel, zoals ik al zei, dat zijn zeg maar de beesten die laten veranderen in dus, Wallywop, in Yellow Wallywalk zelfs. Nou, hier hebben we dan de Wallywalks. Vervelende rotbeesten. En wat is die AI daar dom? Maar ik snap eigenlijk niet waarom dat die beesten zo graag Pikmin willen verpletteren. Ik bedoel... Waarom zouden ze de Pikmin willen verpletteren? Ik bedoel, oké, ik kan de bolbearbers en de snaggerits en al die dingen wel begrijpen. Ik bedoel, voor hun zijn Pikmin lunch. Maar waarom moeten ze ze verpletteren? Ik bedoel, waarom? Waarom zou je dat moeten doen? Maar goed, daar waren alle vijanden. We hebben alle vijanden dus gezien. En dan krijgen we dus de happy end. Zoals ik al zei, onze end was de happy end.
Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende Let's Play. Die dus morgen hopelijk gaat beginnen. Zo niet, te gaan, dan weet ik nog niet zeker. Maar als het goed is, gaat hij morgen beginnen. En ik hoop jullie maandag natuurlijk allemaal te zien met de nieuwe Let's Play. Dit was Zelda Play 20. En dank jullie allemaal voor jullie support. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende Let's Play. Doei!